Zojuist, zei koningin Juliana, maar zojuist was u getuige van de presentatie van de floating structures. Sculptures, sorry. Floating, Oscar, sorry. Floating sculptures. Ontworpen door Oscar Abraham Pabon Morales, kunstenaar die nu in Amsterdam woont, maar uit Venezuela afkomstig is. Ze zijn gebouwd door de leerlingen van het Maxima College, de praktijkschool in Ridderkerk onder leiding van Ger van Pelt. En dat was tot gisteren nog een hoop werk. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Wilgeneiland, dit internationaal bekende Sanedam-project, en ter ere van de 350ste sterfdag van Jan Pieterszoon Sanedam, zullen de sculpturen, naar wij hopen, hier tot 12 december blijven drijven. Het is een tijdelijk kunstwerk. De stichting P.J. Sanedam dankt u allen heel hartelijk die hier aanwezig zijn voor uw komst, maar ook vooral degene die aan dit project meewerkte. Het Rotterdams Kamerkoor zong van Pieter Janszoon Zweelink, tijdgenoot van Sanedam, de volgende stukken. In het begin Miserere mei en een psalm, psalm 96, Chanté adieu. Dat was die hele mooie vrolijke melodie. En tenslotte, na afronding, zong men psalm 102 en psalm 121. Het tromboneensemble, aan de overkant op de steiger, onder leiding van Willem Stoffer, speelde van Bruckner Vuur das tiefe Blech. U heeft dat gehoord, hoe diep dat blech klonk. Wim Soeters had de muzikale regie. De scouts van Fridtjof Nansen onder leiding van Robert Pot peddelden en u zag hoe zwaar de dames het hadden tegen de wind. En de wethouder van cultuur, mevrouw Ingeborg Bonhemius, gooide de ankers uit. Financieel is dit alles mogelijk gemaakt door subsidies van de Mondriaan Stichting in Amsterdam en de Culturele Raad in Barendrecht. Dank allemaal.